Yo mensen van de Sportsacademie schrijven tip van de week. Dit is alweer deel 16 en in dit deel ben ik met Janet. Ja. En deze week gaan we de links-rechts eronder door, recht direct en doet zij een linkerhoek in mijn hand. Dus die doen we ook even 5 keer voor het antwoord. Nu doet zij hem even 5 keer bij mij. Oké, dan beginnen we met links-rechts. Dan sta je in vechthouding. Dat is met je linkerbeen voor en je rechterbeen achter. Dan sta je op schouderbreedte met je handen bij je hoofd. Dus met al twee hangen zo tegen je wangen. Dan ga ik naartoe staan. Dan doe ik die links. Dus trek ik mijn linkerarm en hou ik mijn rechterhand bij mijn hoofd en doe ik een stapje met mijn linkerbeen. Dus net die links. En dan doe ik terug, ga ik hem terug en doe ik die rechts. En dan doe ik een stapje met mijn rechterbeen en hou ik mijn linkerhand bij mijn hoofd. Die doen we ook even 5 keer. Hier zijn we even 5 keer bij mij. Oké, dan gaan we nu verder naar die linkerhoek, daar waar jij hem onderdoor drukt. Je staat dus dan in vechthouding, dan heb je die links-rechts gehad. En dan zei je ineens zijn linkerhoek, dus dan stap jij naar onderdoor. En dan ga je niet zo bukken, maar je zakt door je benen en dan ga je er zo onderdoor. En dan maak je een beetje een boog. Je gaat niet recht naar beneden en dan weer omhoog, maar je gaat een beetje naar links, van links naar rechts. Dus je doet hem ook in 5 keer. Dan gaan we nu verder naar die rechter direct. Dan sta je weer in vechthouding en doe je in één keer doe je die rechter direct als je dat boogje hebt gehad. Dus dan stap je door en dan boem, doe je in één keer die rechter direct. En doe je ook stappen met je rechterbeen. Die doen we nu ook even 5 keer. Dan zijn we nu aangebroken bij dat zij dan weer die linkerhoek doet. Dus dan heb je die links-rechts terug eronder door. Dan doe je die rechter direct en dan doet zij die linkerhoek bij jou. Je kan hem zo op het hoofd blokken of in de handschoen. Wij doen hem even in de handschoen. En die doen we dan nu ook even 5 keer. Dit zijn hem even 5 keer bij mij. Dus dan weer het einde van de Sportsacademie Schrijver tip van week deel 16. Kijk hier beneden even voor de website en voor meer informatie. Dan bedank ik Janet en nog even voor het meedoen in deze video. En dan zie ik jullie volgende week. Doei! Doei!